Een hele goede morgen. Mijn naam is Barend, ook wel Almost Normal. En wat leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Ja, vandaag hebben we weer een nieuw soort vlog, want... Er ligt heel veel sneeuw. Natuurlijk gaan we leuke dingen doen in de sneeuw, maar we gaan natuurlijk ook fingerboarden in de sneeuw. Heel toevallig heb ik nog een bordje over, dus die ga ik even openmaken. Dit bordje gaan we natuurlijk gebruiken om mee te snowboarden, maar ja, ik moet even dubbelzijdig tape erop doen, zodat het... een beetje blijven plakken. Wij gaan zo meteen met een auto door de straat heen rijden met daarachter een slee. En ik heb als het goed is ook nog ergens een skateboard zonder wielen. Dus gaan we ook nog snowboarden. Ik heb er vet veel zin in. Ik ga me eerst even wassen en dan zien jullie me zo meteen. Hallo, leven jullie nog? Leven jullie nog? Nou, we zijn nu buiten. En er ligt best wel wat sneeuw. Zoals je kunt zien. We hebben een snowboard soort van mee. En we gaan dus nu naar mensen toe. Die hebben een slee aan een auto gedaan. Het waait wel echt hard. Holy shit. Wow. Dus ja, nou, het is een avontuur vandaag. Het heeft lang niet zoveel gesneeuwd in mijn leven. Dus dat is wel leuk. Alright, we zien jullie als we daar zijn. Alright, daar gaan we. Holy shit! Ja, het ging echt heel snel ook, wat de hel? Dat was echt tof. Oké, kijk, zoals jullie kunnen zien, we hebben hier een hele grote berg. En we zijn gewoon lekker aan het sleeën. Sleetje, bordje. Ja, het is wel leuk. Dus het ging best wel goed eigenlijk. Wat ik net probeerde, ging niet helemaal goed. Ging zo, spring zo met de halve draai. Dan erop en dan naar beneden. Dat ging niet helemaal goed. Viel best wel hard. Is alles minder. Maar dat is wel leuk. Wanneer jullie het ook doen? Ja, ik wil even met zo'n GoPro ook. Oké. Ik kom met een tof shot. Wow. Dat was zo. Ik kwam met mijn schoenen vastzitten in de sneeuw. Oh. Dat was wel episch. Was wel episch. Daar gaat Luc. Luc, wat doe je? Luc ging volgens hem wel. Oké, nou, wij zijn hier dus lekker bezig. Ik ga zo meteen denk ik nog even ergens anders heen. En hopelijk gaan we zo meteen nog in met die auto. Alright, nou we hebben nu dus een goed plan. Elise, kan jij het plan uitleggen? Oké. We gaan dus de slee gaan we achter aan de trekhaak maken. En dan ga ik zo hier even een rondje. Oké, nou laat me zien. En dan doe ik graag zo meteen er ook op. Matthijs en Luc. Jongens, gaan jullie dit overleven? Nee, zeker. Ik heb ervaring in dit soort dingen. Ja? Dit is mijn grootste hobby is shoelen en dit lijkt er volgens mij heel erg op. What the fuck, dude? Ik word zeker af? Ja! Yo, die muziek er ook bij. Daar gaan ze. Oh, zo, ik kan echt niks zien, joh. Daar gaan ze. Het ziet er wel leuk uit, maar ik denk ook dat het een beetje een anticlimaxachtig is. Gaan ze daar over de straat heen rijden? Ja, ze gaan zo. En dan als er geen tegenligger komt, gaan ze slingeren. Dat is voor muziek! Oké, nou jullie gaan zo zien hoe ik het ook. Gaan we samen of? Ja. Ja, oké, nou dat wordt wat. Ik heb er veel zin in. Hopelijk gaan we lekker snel en niet vallen. Oké, hard door de bocht! Hard door de bocht! Is dit leuk? Kom zitten, dit is echt fantastisch. Jullie gaan met z'n tweeën. Oké. Straat achter tegen Manjepie. Goed vasthouden! Oh god, nee! Dit is echt goud. Oh, nee, wacht. Oké, wacht. Elise. Luc en Lin zijn een jump aan het maken. Ja, aan die kant. Oh, kunnen we over de schans? We moeten wel eerst hebben, als iemand anders er doorheen rijdt. Dat is niet
12 seconds later. Wow, dit is zo goed! Dit komt er niet! Nee, de gans! Wow, wacht, kijk al die sneeuw op mijn wenkbrauwen, joh. Even kijken, Elise en... Wat het kan zien, ik weet het niet. Het team erin is mijn cultuur! Oh. Hey. Oh, kijk dit hoe vet! Gaat, hij gaat ook niet in. Kijk, 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 daar komt hij. Oh, ik ben geen. Oh, oh, oh. Dat is de ABS. Ik ga samen met Luc. Yo, okay. Matthijs, als je, ga jij rijden, dan kan jij gewoon echt. Luc, ik ga dus voor jou zitten. I know. Wat is het weerbericht van vandaag? Wat je ziet, in principe is er een zonnetje. Het schijnt prima, het is 30 graden. Het is alleen dus is een zeppelin cocaïne is boven zijn wolde, ja, paf, gesprongen. Ja, en vandaar dit weer, joh. Iedereen is in een enorm goede stemming. Dat wel, maar iedereen. Oké, okay, Matthijs, je zit daar helemaal klaar. Oh, joh, ik word gewoon ondergegooid. In een enorm goede stemming. Oké, okay. Matthijs. Moeten mijn voeten er wel op of niet? Ja, dat maakt niet uit. Zal ik zitten? Ja, doe maar. Wat een fuck! Alright guys, ik ben inmiddels alweer een tijdje thuis. Wow, wat is er veel sneeuw gevallen. Ja, jullie hebben het natuurlijk allemaal gemerkt. Op sommige plekken in Nederland is er volgens mij geen sneeuw gevallen. Maar op heel veel plekken wel. Nou, zoals jullie hebben gezien, we hebben aardig lopen klooien. We hebben ook nog best wel veel met een skateboard, zeg maar, gesnowskate. Of ja, hoe je het wil noemen. Dat was ook echt super vet. En ik heb natuurlijk het fingerboardje klaargemaakt. Daar ga ik zo meteen nog heel even de tuin mee in. Maar jeetje, het is koud, hè? Och, ik ben nog steeds... je kan het ook echt helemaal zien, joh.
mijn sokken, ze hebben helemaal, oh, ik ben zelfs door mijn sok heen gegaan, maar helemaal van die nattigheid vlekken en mijn broek is nog steeds nat en ik denk dat ik al echt ruim een half uur binnen ben. En ik ben eigenlijk ook al helemaal kapot van vandaag, maar we gaan zo zeker nog even naar buiten om eventjes de fingerboardings in de snow. Ik heb hier nu eventjes lekker een kacheltje om het een beetje op te warmen. En dan ga ik zo meteen met een kwartiertje, half uurtje ga ik weer lekker naar buiten. En ik hoop dat jullie dit ook wel leuk vonden. Ik dacht van ja, weet je, ik moet hier wel gewoon een video van maken. Yo guys, nou daar ben ik weer. Kijk, ik heb dus alvast het boordje hier zo een klein beetje klaargemaakt. Ik ga hem nog even helemaal klaarmaken, want het is gewoon dubbelzijdig tape. Leek me het handig, want dan blijft gewoon mijn vingers zo plakken. En we gaan nog eventjes met het boordje van de berg af, wat achter mij staat. En dat doe ik dan wel alleen, want iedereen is al naar binnen. Maar weet je, we moeten wat. En ik wil nog even een paar toffe shots van dat ik wat trucjes probeer. Ik ga jullie zo meteen zien. Ik heb er wel weer zin in, maar ik heb het nu alweer koud. Zo meteen als we naar buiten gaan, ga ik het plakband er natuurlijk afhalen. Maar ik ben benieuwd hoe goed dit gaat werken en of ik ook wel blijf plakken. Ik moet natuurlijk ook eventjes andere handschoenen. Ik kan geen handschoenen aan. Dit wordt koud. We gaan eens kijken. Oh ja hoor, dat is wel cool. Alright, hier komt een kleine finger snowboard montage. Oké, ik ga jullie eerlijk zeggen, het voelt super satisfying om te doen, omdat je zeg maar echt zo'n lijntje creëert. Dat is echt super chill, maar je kan niet zoveel en mijn hand is zo koud nu al. Alright, ik denk dat dit alles is van het fingerskaten, het snowboard fingerskaten. Mijn hand is echt heel koud. Wacht even, we gaan even naar binnen. Het is vrij koud. En dan gaan we nu nog eventjes met het skateboard van de heuvel af. Ja joh, guys. Inmiddels een week later. Het sneeuw is veranderd in ijs. Daar sta ik nu ook op. Maar ik dacht van, weet je wat, eigenlijk moest ik vandaag de hele dag monteren om de video van morgen op tijd klaar te hebben. Dus het wordt een laat nachtje voor mij waarschijnlijk. Maar ik dacht, weet je wat, dit moet ook gewoon even in de vlog, weet je. Gewoon lekker even schaatsen. Hoe vaak komt het nou voor? Op dit moment heb ik de schaatsen van Emiel aan. Dus dat is super chill. Ja, we zijn gewoon lekker bezig. Ik sta nu net weer op het ijs. Ik heb even wat pauze gehad. Even mijn GoPro gehad. We zijn ook echt wel de hele dag aan het schaatsen. En het is super leuk. Gelukkig nog niet gevallen of iets. Zoals je kan zien hier, dit is gewoon bij ons achter. Heel mooi. Kijk, daar zit Christel. Zwaai, Christel. Ja, dat is Christel. De rest van zeg maar wat je hiervoor zag in de vlog, die was hier ook, maar die zijn even weggegaan of zo. Maar ja, wij zijn dus lekker even aan het schaatsen de hele dag. En ik dacht van ja, dit is zo once in a lifetime, dat moet even op de film. Daar komt hij, oh, daar gaat Emiel. Super grote shout naar Emiel, want anders had ik niet kunnen schaatsen nu, want het zijn zijn schaatsen. Maar ja, het is echt geweldig weer natuurlijk ook. Helemaal blauwe lucht en ijs is super chill. Ben ik een goede schaatser? Nee, absoluut niet. Maar we zijn gewoon lekker bezig. We gaan gewoon wel lekker. En als ik op mijn mel ga met de camera in mijn hand, is het alleen maar grappiger. Dus, nou, oh, daar hebben we Matthijs ook nog. Ah joh, het is leuk. Lekker gewoon dicht bij huis, weet je. Dus we zijn gewoon zo, we zijn er zo. En ja, het is gewoon super chill. Het gaat sowieso super leuk. Gooi hem! Zo cool! Hey Emiel. Emiel, hi. Ik moest jou nog even bedanken voor het lenen van deze epische schaatsen. Graag dus, ja joh, het staat er voor altijd op beeld, hè? Voor altijd op internet. Dus, even lachen. Lachen naar het volgertje. Nou, jullie zien het. We zijn nog steeds heerlijk aan het schaatsen. Dankjewel Matthijs voor het filmen. En, ja, we hebben het heel erg naar ons zin op het ijs. Dank jullie wel. Nu gaan we weer terug in de tijd naar vorige week. Want toen heb ik de vlog afgesloten. Dus tot de volgende keer.
Nu met een 180. Ik was de enige van mijn vriendengroep die nog zo'n ding had van vroeger. En sowieso, wacht. Als je ook ziet wat hier nog van over is. Dit is echt vroeger ooit een keertje hiervoor gebruikt. En tegenwoordig is het gewoon, ja, zo'n dingetje, weet je wel, dat ligt dan ergens achter. En dan verder doe je er eigenlijk niks mee. Maar het is ideaal voor dagen zoals dit. Dus ik denk dat dat een beetje de vlog was van vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb nog een soort van trucjes geprobeerd. Kan beter natuurlijk. Maar met zo'n dingen valt echt bijna niet te werken. Ik hoop in ieder geval dat jij deze video leuk vond. Laat dat dan weten. Zet even een leuke reactie neer. Ik ben gelijk helemaal kapot, joh. Oh. Maar jullie weten wat ik altijd zeg aan het einde van de video. Like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later. Kijk. Hier zaten jullie trouwens in. Hoe vet. Is toch handig? Gewoon mooi gat.